Zo, dat is dus tegenwoordig zo'n toeristische attractie in Zutphen. Van, ja, mogen ze lekker met het busje mee? Mogen ze vanuit het busje foto's maken? Ook interessant. Maar ja, kijk. We zijn hier nou met een soort, vandaag is Elias moet voor de rechtbank verschijnen. En ja, dus we steunen haar in het verzoek aan de rechtbank om onderzoek te doen naar, die ene jongen, ik weet even zijn naam. Ja, god, die legt op een puntje van mijn tong. In ieder geval dat ze onderzoek doen naar, nou, wat eigenlijk al bekend is, maar ze willen het niet weten. Dus, maar in ieder geval, dus vandaag, we steunen Elias in het, in de aanklacht. Want ze is aangeklaagd dat ze dat niet mag zeggen, van dat ze onderzoek moeten doen. Nou, nu krijgen we dus een, nu gaan de mensen zelf het onderzoeken. Worden we zelf wetenschappers. We willen het gewoon weten. Nou, je ziet het, het is pas over een uur of anderhalf of zo. En er zijn nu al best wel wat mensen, dus. Maar ja, ik wil het even hierbij laten, want ik wil het niet te lang maken. Ja. Dus ja, vrouw Justitia met de blinddoek en de weegschaaltje en de zwaard. Misschien moet je een bijltje, misschien moeten we het zwaard veranderen in een bijl. En dat je geen blinddoek doet, maar gewoon, gewoon op gevoel. Nou, het enige gevoel wat ik heb is gevoel voor humor en gevoel voor ruimtelijk inzicht. Beste boetje Zutphen. Alle dieren tellen mee.